Jeroen Hessing is een opvallende naam op de topscorerslijst van de topklassen. De verdediger scoorde in de eerste acht competitiewedstrijden al drie keer voor de Rijsburgse Boys. Maar wat is zijn geheim? Nou, geheim, ik denk dat het ook een beetje mee opgescheten tot nu toe. Uh, ik ben wel een verdediger die graag mee, uh, mee opkomt en uh, daar ook wel de ruimte mee voor krijgt. Alleen, uh, zoals je de laatste wedstrijd hebben we ons gezien, hebben we veel achtergestaan Dus. Uh, dan ga ik ook al sneller mee naar voren natuurlijk. Als je 2 naar voren staat, dan uh, is, is er niet meer de noodzaak om mee naar voren te gaan. En uh, ja, het is uh, drie keer uh, toen nu toe gelukt. En. Uh, ik hoop dat er zeker nog wat bij komt. Maar na drie keer mag je niet meer spreken van geluk, toch? Nee, ik heb wel. Uh, ik heb op zich wel een neus voor de goal. En. Uh, ik heb al een periode in de verleden in, in de spits gestaan. Dus. Uh, maar ik bedoel, nee, geluk natuurlijk niet. Als je er bent en, uh, en je scoort, dan is het geen geluk. Alleen het uh, ja, moet even mee zitten. Ik heb vorig jaar ook genoeg kansen gehad en toen uh, heb ik er uiteindelijk twee gemaakt. Ja, dit jaar uh, ben ik iets uh, scherper, iets dan denk ik. Wanneer stond je in de spits? Ik heb bij uh, omnieuw in de hoofdklasse uh, zeg maar een uh, de laatste half jaar in de spits gestaan. En toen werd je naar achter gehaald? Nee, andersom. Ik begon achterin en toen stonden we een beetje uh, cruciaal op degraderen half. Of uh, dus we moesten punten halen en er werd niet veel gescoord. Dus toen uh, uiteindelijk in de spits beland, uh, wel aardig wat scoort nog en uh, gehandhaafd toen de tijd. Ja. Dus als de nood aan de man is, dan komt Hessing eraan Dat is eigenlijk een beetje het idee ja. En, uh, soms uh, begin ik daar zelf wel eens te vroeg mee, maar uh, op zich is het wel een, uh, een redelijk uh, strijdplan uh, als je achter staat dat, uh, dat je een beetje kracht erin brengt. En, uh, maar ja, dat hebben we nu met, met Leo Nath ook al erbij natuurlijk, dus dat, uh, dat is wel goed. Hoe komt het dat jullie constant op achterstand komen? Ja, misschien toch een beetje gebrek aan, aan scherpte en um, ja, een verkeerde begin, zeg maar, hoe we beginnen. Dat is meestal niet goed. Als je ziet wat we kunnen brengen, als we achter staan. Ik denk ja, als je zo begint, dan, uh, dan, dan hoeven we heel wedstrijden uh, te verliezen of überhaupt gelijk spelen. Maar oké, okay, uh, je kan ook niet alles hebben, natuurlijk. Maar dat is wel een kwalijke zaak, toch, als je constant niet scherp aan de wedstrijd begint. Jawel, nou, het, het zal niet per se scherp zijn, maar ook een beetje uh, de vallen. Uh, Elke kans, het lijkt er ook wel of we erin vliegen bij ons. Als je te de ziet, uh, wordt er een foutje gemaakt en uh, ze maken een wereldgoal van 20 meter afstand. Uh, die goals krijgen we wel vaker tegen en ja, als het dan net steeds de 1-0 is of uh, of de 2, of, of je komt op achterstand daardoor. Ja, dat is vervelend, maar uh, dat is niet het enige. Je moet, je moet het ook zien te voorkomen. Hoe kijk je dan terug op de eerste weken van het seizoen? Ja. Toch wel positief. We hebben, ik denk misschien iets te weinig punten. Aan de andere kant uh, hebben we wel heel vaak een, een achterstand weggepoetst. Dus met een beetje pech had je ook minder punten gehad. Maar uh, ja, ik denk wel dat er heel veel potentie in zit, in ieder geval. Uh, qua spelersgroep en uh, qua wat we kunnen brengen. Het is alleen de zaak om, om, uh, om uh, die achterstanden te voorkomen en de voorsprong uh, die, die je dan pakt, gewoon uh, vasthouden tot een overwinning.